wat vooraf ging in de blauwe bank. Ik wil je weer om een dienst vragen, jongen. Het is namelijk zo, ik moet morgen het een en ander thuis oplossen. Er zijn wat kleine problemen, dus ja, de vraag of jij mijn ochtenddienst op je wilt nemen. Al gaat het leven niet altijd zoals je wensen zou. Al je dromen zullen zijn waar niemand anders dan jij kan gaan. Zo, mag je nog even naar beneden kijken? Nee. Is het een ijsje en zo? Ja, ziet er goed uit. Ja, is weer lekker stuk korter. Ja, het was goed lang. Zo druk gehad de afgelopen weken. En zo druk op je werk. Ah, dat is echt een gek huis. Was het maar dat je niet overspannen raakt? Nee, ik heb zelf ook even wat vrije dagen op te nemen. Zo. Wordt je 19 euro, Milan? Ja, wou hem even pinnen. Ga je gang. Ja, hij wordt geweigerd. Geweigerd? Hoe kan dat nou? Ik weet niet. Nou, misschien een foutje van het apparaat? Nou, anders probeer het even nog een keer. Ja, ga je gang. Ja. Nee, weer niet, Milan. Je saldo is niet toereikend. Hé, ik snap er niks van. Mijn salaris moet eergisteren gestort zijn. Ik weet het ook niet. Ja, ik heb ook niks anders bij me. Nee, anders kom je morgen toch even terug. Ja? Dat vind je niet vervelend? Nee, tuurlijk niet. Je komt hier altijd. Ik ken je toch. Is geen probleem. Oh, wat fijn zeg. Ja, sorry voor het ongemak. Dat geeft niet hoor. Het zal vast een foutje zijn. Bedankt in ieder geval, hè. Tot morgen. Doei, tot morgen. Dit is de voicemail van Ronald Keizer. Ik ben momenteel niet in staat mijn telefoon te beantwoorden. Laat een bericht achter na de toon. Hey, Ronald met Milan. Ik sta bij de kapper met een saldo tekort. Het salaris moet eergisteren gestort zijn. Weet jij hier meer van? Bel me even terug. Goedemiddag, hoofdkantoor de supermarkt. Waar kan ik u mee van dienst zijn? Ja, goedemiddag. U spreekt met Milan Wolkers. Ik wil graag doorverbonden worden met de loonadministratie. Een momentje. Ja, goedemiddag. U spreekt met Milan Wolkers, assistent bedrijfsleider van filiaal DS07. Ik kom er zojuist achter dat mijn salaris nog niet gestort is. Kunt u mij daar meer over vertellen? Heeft een klein ogenblik. Meneer? Ja? De salarissen voor dit filiaal zijn geblokkeerd. Dit heeft te maken met een onderzoek dat momenteel wordt gehouden naar de geldstroom van deze supermarkt. Onderzoek. Kunt u mij daar meer over vertellen? Sorry meneer, enkele bedrijfsleider. Ik zie de heer Keizer. Is hier gemachtigd voor? Juist. Bedankt. Wat is er? Ik ben er om iets te zeggen.